afgelopen week heeft ook UCI-topman Van der Nabelen nog gereageerd op de nieuwe wereldbekerplan. Of in ieder geval wat hij aan het bespreken is. Daarbij heeft hij ook jouw naam genoemd. Hoe kijk jij naar zijn uitspraken en dat hij jou een anti-wereldbeker noemt? Ik heb Peter verteld dat ik dat jammer vond dat hij dat zo zei. Want ik ben zeker alles behalve anti-wereldbeker. Ja. Ik ben zeker pro-cross en pro-alles. Dus ik heb gewoon altijd gevonden dat het iets te veel is. En ik denk dat je daar een beetje de gevolgen nu van ziet. Ja. Als je ook het verhaal hoort van Timon Ruweg dat het in Zwitserland al niet meer leeft door de wereldbeker. Dat zijn gewoon jammere dingen. En ik denk dat er zeker heel veel mogelijkheden zijn om een prachtige wereldbeker neer te zetten waar iedereen tevreden mee is. Ja, want er is nu wel sprake van 10, 12, toch minder wereldbekers. Is dat een goede ontwikkeling als dat doorgezet wordt? Nou ja, dan moeten we nog steeds naar de kalender kijken natuurlijk. Maar Peter zei mij ook, weet je, waar gewerkt wordt, zijn er altijd mensen die zeuren. En daar was ik er nu één van. Maar ik hoop gewoon dat ze er iets moois van maken. En ik denk zeker dat het beter is als iets minder is. Ja. Is dat dan iets waarbij jij hem contact of dat hij contact met jou opneemt? Hoe gaat zoiets als je contact met elkaar zoekt? Ik had hem een berichtje gestuurd. Ja. En staat hij dan ook open voor? Heb je vaker contact met hem al gehad over deze discussie? Nee, daarvoor nooit, maar hij staat er zeker voor open. En ik zie Peter altijd als een hele goede UCI-coördinator. Dus ik denk dat dat gewoon allemaal hartstikke goed gaat. En het is gewoon soms misschien niet slim om altijd alles via de media te doen. Ja. Vragen nu wel jou weer naar een reactie, maar... je snapt ook wel denk ik waarom, ja, je wordt ook aangevallen in die zin, dat we toch een reactie vragen. Ja, nee, natuurlijk. Ik ben al 5 jaar dat ik me wel tegen heb verzet. En ja. Ik snap als je een grote mond erover hebt, dat er ook vragen over komen. Dus dat is meer dan correct. Okay. En dat er iets gaat veranderen is denk ik ook wel goed, hè? Dat zie jij. Ja, ik hoop gewoon dat het de goede kant op gaat. En ik ben blij dat er verandering komt. En wat die dan ook wordt, dat zien we dan alweer. Is een goed begin. Ja, zeker weten. Okay.